Rome is zo mooi, een stad vol kunst. Renaissance, barok. Je vindt de werken van de grote Michelangelo. Overal staan fonteinen, gemaakt door de al even grote Bernini. En wie een willekeurige kerk inloopt, kan oog in oog staan met meeste werken van Caravaggio. En dan is er nog Francesco Borromini. We beginnen op de hoek van de Via delle Quattro Fontane. Het kruispunt van die straat wordt gedomineerd door vier mooie fonteintjes. Eén daarvan staat tegen een geometrisch meesterwerkje, het kleine kerkje dat Romeinen de San Carlino noemen. Borromini liet er al zijn waardigheid op los. Hij werkte met golvende rondingen die van binnen naar buiten en weer van buiten naar binnen werken, zoals we aan de façade al kunnen zien. Het zou zijn handelsmerk worden. Op de bouwtekening zien we in die beperkte ruimte een groot ovaal. Maar op een andere bouwtekening is dat een ruitvorm. Gek? Nee hoor, het klopt allebei. Borromini gebruikte driehoeken, cirkels, ovalen... En alle andere meetkundige figuren in zijn ontwerp. Kijk maar eens naar het plafond van de koepel. De lantaarn in de achthoekige koepel zorgt voor een prachtige natuurlijke lichtinval. Ook dat zou hij nog meerdere malen laten terugkomen in zijn ontwerpen. Borromini werd de kampioen in het bouwen van kerkjes op plekken waar daar nauwelijks ruimte voor was. Zo ontwierp hij op een druk en volgebouwd deel van de stad de Sant'Ivro al Sapienza. De galerij die er naartoe loopt is overigens het niet van hem, maar van Giacomo della Porta. Ook hier liet Borromini zijn kunde los op het maken van een kleine kerk. De geniale meetkundige leefde zich hier nogmaals uit. Als je naar deze opengewerkte doorsnede kijkt, valt direct al het vloerpatroon op. Het is allereerst een zeshoek met op de rechterzijde een halve cirkel. Maar kijk eens verder. Het is ook een driehoek. En een zeshoekige ster. Als we tenslotte naar het plafond kijken, zien we ook hier weer het spel van golvende rondingen. En weer is er een lantaarn die het licht verstrooit in de kerk. Voor de Filippini Neri, een religieuze broederschap, ontwierp Borromini het eerste oratorium ter wereld. De façade laat echter al heel goed zien wie de bouwer is, want ook deze voorgevel golft, gaat van buiten naar binnen en dat is op deze schets eigenlijk nog beter te zien dan op de foto's. Het is alsof je een boek op zijn kant zet met de bladzijde naar je toe. Borromini was een zwaarmoedig man, zo kreeg hij tijdens de bouw ruzie met de opdrachtgever. Borromini is destijds als twintigjarige steenhouwer naar Rome gekomen om te gaan werken aan de Sint-Pieter, waar zijn oom Carlo Maderno uiteindelijk de façade voor zou ontwerpen. Ook werkte hij onder Bernini aan Palazzo Barberini. En later zelfs aan het Baldakijn in de Sint-Pieter. De vier gedraaide zuilen van het 250.000 kilo wegende gevaarte... zijn door hem gemaakt en gegoten. Tien volle jaren werkte hij aan deze monsteropdracht mee, maar tot zijn grote teleurstelling kreeg hij daar nooit enige erkenning voor. Hij ontwierp ook de twee torentjes op het Pantheon, en toch kennen we die als de torentjes van Bernini. Een hele enkele keer wist hij zijn aartsrivaal af te troeven. Op de Piazza Navona bouwde hij pal voor Benini's vierstromenfontein de San Agnese, eveneens met twee klokkentorretjes. Binnenin is hij helemaal losgegaan in een orgie van meetkundige figuren. Ook hier vergat hij niet op de koepel een lantaarn te plaatsen voor de broodnodige lichtinval op dit duizelingwekkende kunststukje. Hij liet de heilige Agnes wegkijken van die vermaledijde fontein van zijn zo succesvolle concurrent. De twee hadden wel vaker een akkervietje met elkaar en bleven in elkaars vaarwater zitten. Nadat Bernini deze vrij saaie voorgevel had gemaakt voor het Collegio dei Propaganda Fide, was het Borromini die de zijgevel mocht maken. Een veel meer uitgewerkte gevel met driehoeken, halve bogen, timpanen, zuilen die naar binnen en naar buiten gaan. Een vals idee van diepte creërend. Het was een zoete wraak, want Borromini's zijgevel stond pal voor Benini's palazzo. Ik hoef denk ik ook niet uit te leggen wie het plafond in de kapel van het collegio heeft ontworpen. En dan zijn we nu aanbeland bij het hoogtepunt van deze borromini zoektocht door Rome. Dit is het Palazzo Spada, waar je een kleine maar mooie kunstcollectie kunt bewonderen die ooit privébezit was van kardinaal Bernardino Spada en zijn familie. Verreweg de meeste mensen komen hier echter maar voor één ding. Borromini's Corridor. Laten we die maar eens goed bekijken. Ik heb de voorste zuilen opgemeten. Die zijn iets hoger dan 4 meter. Dat is alvast een mooie aanwijzing. Kun jij dan de lengte van deze gang uitrekenen of de hoogte van dat beeld daar achterin raden? Ik help je even. Ik heb hier een soort röntgenfoto. En zoals je ziet, zijn het vier rijen, elk met drie kolommen. Wat denk je? 20 meter of eerder 30? En dat beeld. Dat moet toch makkelijk de helft van 4 meter zijn? Kijk maar eens mee. Zie je het? Het beeldje komt niet eens boven de broeksriem van de gids uit. En hij kan daar achterin het plafond aanraken. Wat is hier aan de hand? Dit is nou wat de briljante Borromini voor elkaar heeft gekregen. Het gangetje is nog geen 9 meter lang en het beeld maar 84 centimeter hoog. Door gelijkmatig de muren naar binnen te brengen, het plafond gelijkmatig te laten zakken en de vloer even zo gelijkmatig omhoog te laten komen, is hem dit gelukt. Bedenk eens hoe waanzinnig nauwkeurig je moet kunnen calculeren om dit voor elkaar te krijgen. Wat een topprestatie! Borromini zat aan het einde van zijn leven in een diepe depressie en pleegde zelfmoord. Als hij had geweten dat er nu dagelijks honderden mensen naar alleen al zijn gangetje komen kijken, had hij daar wellicht heel anders over gedacht.